van Spend It or Save It. Ik ben weer heel erg benieuwd vandaag. Ik heb iemand te gast vandaag ook. Namelijk een Jinx. En om precies te zijn, een Magic Jinx. En ik heb geen idee wat hij doet. Hij is Magic en het is een Jinx. Hij zou mijn gedachten moeten kunnen gaan lezen. Ik ben benieuwd, want als je mijn gedachten kan lezen... Nee, ik weet niet wie dat wil, altijd. Dus, nee, ik ben heel erg benieuwd. Er staat, hallo, ik ben Magic Jin. Ik heb de macht om je gedachten te lezen. Wil je bewijs? Neem dan een dier in gedachten. En beantwoord mijn vragen. Oké, je maakt het wel heel moeilijk. Wauw, ik kan het nog steeds. Ik ben de beste. Het is van Goliath. Het is vanaf 5 jaar. En ik heb hem gekocht bij Toys XL. 9,99 was die kopie, vind ik. Als het werkt, vind ik het een kopie. Ik bedoel, dan moeten ze nog natuurlijk achterkomen, hè, of dit gaat werken. Maar ja, ik ben heel erg benieuwd. Er was maar één kleur van, de blauwe. Dus ik heb dan ook maar gewoon de blauwe genomen. Duh. Oh, Alex. Seriously. Voordat we beginnen, wil ik jullie vragen om alvast een duimpje omhoog te doen. Jullie kennen het inmiddels wel. En eventjes te abonneren hier op de rode knop onder mijn kanaal. Dat zou ik echt super leuk vinden. En ja, er komen natuurlijk nog veel meer van deze leuke video's aan. Dus zeker even doen. Nou, dan komen we weer met mijn welbekende mes. ik leer het nooit. Maar ja, hè? Hij komt er in ieder geval in één keer uit. Dat is dan wel weer heel fijn. Hij zit wel vast nog hierachter, maar dat is nog te overzien. Vergeleken bij sommige dingen die ik uitpak. En waar ik 3 uur mee bezig ben. Hier heb ik een lijstje met allemaal dieren die dat ding zou moeten kennen. Ik ga er gewoon verder helemaal niet naar kijken. Want ik wil gewoon dat hij mijn gedachten leest. En ik wil niet dat ik van een lijstje een dier moet gaan kiezen. Dat slaat gewoon nergens op. Als je mijn gedachten gaat lezen, ga je mijn gedachten lezen. En niet van een lijstje. Dus. Goed, eventjes de achterkant loshalen. Oké, ik had dus een schaar mee moeten nemen. Maar ja, het nadeel van deze nieuwe locatie is dat het helemaal op zolder is. En ik dus niet van plan ben om naar beneden te gaan lopen voor de schaar. Dat heet lui, dat weet ik. Maar dat ga ik gewoon niet doen. Alright. Oh, hij is ineens toch een stuk kleiner dan ik had verwacht eigenlijk of zo. Dit is hem. Heel simpel. Gewoon met een blauw uiterlijk. Aan de achterkant zitten nog oranje strepen. Ja, het is allemaal niet heel ingewikkeld. Zoals je kan zien. Hoe lang moet ik aan die draaien? Hallo. Oh. Hij was gewoon al open. Ik bedoel. Er stond op de verpakking dat ik 3 batterijen moest hebben. Maar ik hoef er maar 2. Er stond echt 3 keer. 3 keer. Oh. Ja. Oké. Okay. Ja. Als je denkt dat je de 2 nodig hebt, nee, er zitten de 2 boven elkaar. Batterijen dus erin. Ik moet even kijken hoe. Ik denk zo. Oh. Freaking awesome. Ik heb de verkeerde batterijen meegenomen naar boven. Dan moet ik alsnog naar beneden. Dit is echt top. Oké, dan ga ik maar even naar beneden. 2 trappen op en dan verder. Hebben we de batterijen? Ik ben ook gewoon buiten adem. We zijn er. Batterijen zitten erin. Wat moeten we gaan doen? Dat is natuurlijk nu de vraag. Ik heb het even snel doorgelezen om erachter te komen wat voor dier ik in gedachten heb. Ik mag 4 antwoorden geven. Dat is dus ja, nee, weet ik niet en hangt er vanaf. Het ligt er een beetje aan wat de vraag is, maar je mag ook hangt er vanaf zeggen. Heb je vraag niet gehoord, kan je gewoon zeggen herhaal. Je kan zeker weten of hij de vraag goed gehoord heeft of niet. Dat gebeurt zeg maar als je ja zegt, dan klinkt er een geluid van een belletje. Zeg je nee, het geluid van een koekoek, weet ik niet, is een kort gerinkel en hangt er vanaf is een fluitsignaal. Dus ik ben heel erg benieuwd. En ik kan ook, als ik een verkeerd antwoord geef, of ik denk van, oh nee, verkeerd antwoord, dan kan ik gewoon zeggen, ga terug. Dan herhaalt hij de vraag en dan gaat hij opnieuw. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Ik denk dat we het gewoon maar moeten gaan proberen. Ik denk dat ik ook maar ga beginnen met gewoon even een makkelijk dier, even om te testen hoe het werkt. Ik ga jullie wel iets dichterbij halen. Ik denk dat dat net even wat leuker is. Zodat jullie het zeg maar ook eventjes wat beter kunnen zien en horen. Er mogen niet te veel achtergrondgeluiden zijn. Nou zit ik op zolder. Ik heb hier eigenlijk helemaal geen achtergrondgeluiden. Behalve mezelf. Dus als ik gewoon netjes mijn mond dicht hou, zoals het hoort, dan moet het goed komen. Hey, een nieuwe vriend. Wil je spelen?
spelen. Mooi, ik houd van raadspelletjes. Vooral wanneer ik zeker weet dat ik win. Neem een dier in gedachten. Zeg ja als je er klaar voor bent. Ja. Mooi, ik ga je een vraag stellen. Antwoord ja, nee of weet ik niet. Je kunt ook zeggen, hangt er vanaf. Heeft het tanden? Ja. Oké. Heeft dit dier vier poten? Ja. Heel interessant. Kun je dit dier in je armen houden? Hangt er vanaf? Oké. Leeft het in het bos? Nee. Ah, ik begrijp het. Kan het zwemmen? Ja. Kan dit dier blaffen? Ja. Dat is wat ik ook dacht. Heeft het een lange staart? Hangt er vanaf? Oké. Is het zwart en wit? Hangt er vanaf? Oké. Leeft dit dier in de bergen? Nee. Oké. Bevat zijn naam twee woorden? Nee. Heel interessant. Begint de naam van dit dier met de letter H? Ja. Ik begrijp het. Ik weet het niet zeggen. Ik durf te wedden dat je denkt aan een hond. Is het precies het dier dat je in gedachten had? Ja. Ik heb gewonnen. Je dacht dat je me beet had of niet? Maar ik ben je te slim af. Nog een rondje? Oké. Ik moet wel zeggen, als allereerste, die stem. Ik hou van een spelletje of zo. Ik weet niet, wat zei hij nou aan het begin? Ik weet het niet, maar het klonk echt super creepy. Dus die stem, Ik weet het niet hoor, of mijn kind van 5 daar mee moet gaan spelen. Eerlijk gezegd. Maar op zich, ik vind het best leuk. Maar ik had toch best wel een makkelijk ding. Ik bedoel, een hond. Ik bedoel, kan je het in je armen sluiten? Hangt er vanaf. Ik bedoel, een koe van een hond, die kan ik niet heel makkelijk in mijn armen sluiten, toch? Dus hangt er vanaf. Vanaf daar ging die weer een beetje de mist in, geloof ik. En snapte die het niet helemaal meer. Maar oké, we zijn er gekomen met een hele grote omweg. Ik ga een iets moeilijkere doen. Ik ga nog niet een hele moeilijke doen. Gewoon even een beetje tussenin. En straks ga ik denk ik eventjes voor echt een moeilijke. Dus we gaan gewoon nog een rondje doen. Ik moet zeggen, ik vind het best wel leuk om te kijken of die het kan raden of niet. Dus ronde 2. Is dit dier groter dan een magnetron? Nee. Heeft dit dier haar? Nee. Heeft het twee poten? Nee. Kan dit dier zwemmen? Weet ik niet. Oké. Is het heel klein? Ja. Is dit dier een insect? Ja. Kan het terug vliegen? Terug. Kun je het herhalen? Terug. Ik heb het niet verstaan. Ga je gang, zeg het nog eens. Terug. Kun je het herhalen? Terug. Dat is wat ik ook dacht. Ik ging natuurlijk de mist in, want jullie hoorden me zeggen terug. Want het was geen insect. Ik was even mis. Ik bedoel, dat kan. Dat hele terugverhaal, dat werkt geloof ik niet helemaal. Ik ga het nog even een keertje bekijken. Hier, als je me per ongeluk verkeerd... Oh, ik moest zeggen ga terug. Anyways, ik wil eigenlijk nu gewoon een dier verzinnen. Misschien eentje wat uitgestorven is. Zou die dat doen, een uitgestorven dier? Ik weet niet. Ik wil gewoon niet op die lijst kijken, weet je. Want dat vind ik niet leuk. Maar, en ik vraag me ook heel erg af. Wat er zou gebeuren als je iets heel specifieks doet. Dus niet bijvoorbeeld een aap, maar een orang-outang. Of, weet je wel, zo. Of die dat ook echt specifiek gaat pakken. Of dat hij gewoon zegt, is het een aap? Ik bedoel, een aap is een aap. Maar je hebt heel veel soorten apen. Ik vind het wel grappig om te zien of die het gaat raden of niet. Maar ja. Ik heb er nu eentje in gedacht. Anyways, dat is een uitgestorven beest. Ik ben benieuwd of hij dat weet. Heeft het een lange staart? Ja. Heeft dit dier
Hangt er vanaf. Is het een reptiel? Ja. Bestaat dit dier nog steeds? Nee. Eet het vooral andere dieren? Ligt eraan. Eet dit dier voornamelijk planten, gras en fruit? Dat ligt eraan. Ik heb het niet verstaan. Ga je gang, zeg het nog eens. Dat hangt er vanaf. Heeft het hoorns of een gewei? Nee. Heeft dit dier een lange nek? Ja. Begint de naam van dit dier met de letter D van dromen? Ja. Is dit dier vriendelijk? Nee. Oh, ik denk dat ik het weet. Ik durf te wedden dat je denkt aan een dinosaurus. Is het precies het dier dat je in gedachten had? Ja. Ah, ik ben de beste. Ik ben onder de indruk van mezelf. Dus, volgende uitdaging... Niet zo arrogant. Nee. Dus, tot later. Ik vind het wel een arrogant beestje hoor, hé. Ik ben onder de indruk van mezelf. Nu ga ik nog als laatste even een heel specifiek dier in gedachten nemen. Ik had hem net al. Ik ben heel benieuwd of hij dan ook echt die kleur zegt. Want het is een kleur van een dier. Of dat hij het gewoon de algemene versie doet. Doet hij de algemene versie, ga ik gewoon nee zeggen. Is het groter dan een wasmachine? Nee. Heeft het klauwen? Nee. Arrogant. Heeft dit dier... Vier poten? Nee. Ik heb het niet verstaan. Ga je gang, zeg het nog eens. Weet ik niet. Oké. Kan het zwemmen? Nee. Heeft het vleugels? Nee. Ah, ik weet het. Niet zeggen. Ik heb zo'n gevoel dat je denkt aan een klein roze olifantje. Nee joh, ik maakte maar een grapje. Ik ken je grapjes. Is dit dier heel klein? Ja. Is het een insect? Ja. Is dit dier meestal groen? Nee. Heeft dit dier poten? Ja. Leeft het in haar? Dat hoop ik niet voor je. Kun je het herhalen? Nee. Ja. Leeft dit dier ondergronds? Ja. Is het meestal wit? Nee. Is dit dier meestal zwart? Nee. Ik weet het, althans, dat denk ik. Als mijn magische krachten het goed hebben, dan denk je aan een rode mier. Is dat het? Ja. Ik heb gewonnen. Je dacht dat je me beet had, of niet? Maar ja. Nee, dank je. Tot ziens. Doei. Die had ik echt niet zien aankomen, toch? Hij doet dus wel specifieke dingen. Want hij begon op een gegeven moment over zwart. En ik dacht, zie je wel. Ga je niet doen, hè? Rode mier zeggen. Toch wel. Ha. Oké, dat verbaast me wel, hoor, moet ik zeggen. Want ik had niet verwacht dat hij ook echt zo specifieke antwoorden zou geven, zeg maar. Nee. Oké, hij mag een beetje arrogant zijn. Klein beetje. Goed, ik denk dat we hem nu toch best wel getest hebben. We hebben makkelijke antwoorden gehad. We hebben iets moeilijkere antwoorden gehad. Hele specifieke antwoorden gehad. En ik vond het wel grappig dat hij op die specifieke antwoord toch best wel vrij snel kwam. Maar die makkelijke antwoorden ging eigenlijk weer wat moeilijker. Tenminste, de hond had hij ook wel snel. Wat is mijn eindoordeel over de magische Jinx? Vind ik het een spend it of vind ik het een save it? Nou, ik denk dat jullie het wel aan me kunnen zien, want ik vind het toch heel erg leuk. Ik vind het gewoon echt een spending. Voor 10 euro heb je gewoon iets grappigs. En ja, ik denk dat je kind er ook echt wel zoek mee is, hoor. Want dit is toch gewoon superleuk. Dat wil je toch gewoon blijven proberen. Kijken wat hij wel weet, kijken wat hij niet weet. Dus ik vind het echt een leuk dingetje. Nogmaals, mocht je hem willen hebben, ik heb hem voor 10 euro gekocht bij de Toys XL. Hij zal waarschijnlijk overal te koop zijn in Toys, Bart Smit, Bob.com.
ik ga even reclame maken hier zo voor iedereen. Maar ja, die zal overal wel te koop zijn. De prijs zal waarschijnlijk overal verschillen. Dus of de uitvoering gaat verschillen, dat weet ik niet. Dat moet je maar eventjes online bekijken. Ik wil je in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Leuk dat je weer meekeek. Leuk dat je er weer bij was. En ik hoop zeker dat je er de volgende keer ook weer bij bent. Doeg!